maak je een nieuw titeltje. Hè? De tip is wel, lees een keer alles goed na. En dan wil je toets toevoegen. De datum is de datum dat je het hebt afgenomen. Kan je nog veranderen? Waarom? Bijvoorbeeld als je, dus dat systeem weet dat wanneer dat je rapport is, hè, zegt ik heb genoeg toetsen voor wiskunde of voor bio of taal, maar ik wil die toets wel voor het volgende rapport, kan je die datum gaan veranderen naar een datum na het afsluiten. En moet dat ook dan een schoolafspraak in datum van afname? Die moet, want anders kan je niet opslagen. Dat is ook voor naar de ouders toe, van wanneer ze zijn toets afgenomen enzovoort. Nu, als die leerling ziek is geweest op die dag, en die moet die nog wel inhalen, verander die datum dan niet. Hè. Dan laat hij maar gewoon zo staan en vermeld dat erbij dat die dan een andere dag heeft gemaakt. Je kan ook altijd zeggen, hij heeft het niet afgenomen en moet het ook niet inhalen. Mm. Dat kan ook altijd. Mm. Dus ik heb een toets van vandaag. Dan krijg je dit. Dus overal waar het pennetje bij staat, ga je nog gaan corrigeren. Dus je datum en je toets. Komt op het rapport, ik kies ervoor ja. En komt dat bij elk kind, is dat bij elk kind zichtbaar. Als er zo'n paar kinderen zijn met een handelingsplan in de klas en die moeten dat niet maken, kies er dan toch voor om ja te zeggen. Want uw 18 andere kinderen, die moeten die toets wel op het rapport hebben. Dan kan je bij de andere kind dat wel gaan uitvinken. Je ziet, we hebben hier nog geen leerlingen, dus we kunnen hier nog niet gaan toevoegen. Gaan registreren. Dus moet u uw klas nog even gaan. Ofwel weer iedereen, ofwel een paar kinderen niet. Dan kan je het ook een keer veranderen. Als ze zegt, dat is vast, dat kind geen toets voor rekening heeft. Mm-hmm. En vanaf het moment dat je dat hebt gedaan, kan je registreren. Hier kan je Ik was even niet mee. Dus je hebt dat er staan en dan leerlingen toevoegen. Ja. En dan moet je gewoon, normaal gezien krijg je in jouw klas, hè? Ja. Ik niet. Want ik heb hier alle kinderen. Maar hier kan je dat ook voor alle kinderen gaan inzien. Mm-hmm. Heb je ze niet nodig en dan gooi je ze even in de vuil. Resultaten registreren. Hier ga je dus die coördinaatregels in. Bijvoorbeeld heeft dat kind meer tijd gekregen. Mag dat kind een rekenmachine gebruiken? Heeft hij zo'n tussenschot om zich te kunnen concentreren enzovoort. Waarom staat dat erbij? Dat je zeker weet van hoe dat kind heeft hier echt een 6 of een 5. Hoe komt dat? Het kind had eigenlijk een stiekordiemaatregel en ik ben dat vergeten. Of dat is iets dat van vorig jaar was en ik wist dat niet. Of ik ben een interim leerkracht en ik wist het niet enzovoort. Dan kan je die toets nog wel kapot scheuren en een nieuwe geven met de stiekordiemaatregel. Ja. Emma, ik had hier straks iemand anders niet gehad. Dus hier kan je zeggen, dat kind heeft die toets niet afgelegd. De score, ofwel ga je zeggen, ik ga gewoon de scoren invullen en dan blijft het bij. Ofwel ga je zeggen, ik ga daar een fasenanalyse bij maken. Puur ook goed voor mezelf, maar ook goed naar die ouders toe. Van, wat is hier al goed gelopen? Wat kan hier nog beter? En hoe ga je daaraan werken om dat beter te krijgen? Bijvoorbeeld, een kind hier heeft 8 op 10, dat is heel goed. Maar één onderdeel daarvan was bijvoorbeeld niet goed gekend. Bijvoorbeeld... dat het optellen naar 10 was goed, maar het aftellen was niet goed. Hè? Dus dat moet dat kind nog beter leren. Dan zet hij dat er in één keer bij. Het komt op het rapport als hij daar iets in typt. Dus je kan kiezen, ofwel zet ik daar niks, maar dan komt er alleen maar een cijfer. Ofwel zet hij het er wel, maar dan komt er ook alles. Dan kan je hier zeggen, hoe ga je dat aan werken? Bijvoorbeeld extra lessen met de zorgjuf. Of
extra inoefenen tijdens het hokkenwerk of zo, of bingel oefeningen enzovoort. Komt dat ook op het rapport? Dat komt ook mee op het rapport. Dan bewijs jij wat jij eraan gaat doen om dat kind zover te krijgen om het wel te kunnen. Ja. Of voor lezen, als dat niet goed gaat voor lezen bijvoorbeeld, kan je ook nog gaan schrijven. Extra vijf minuten extra in de klas of mee met het leesgroepje met juffrouw. Mm-hmm. Bewaren als je maar één kind gaat doen, hè. Bewaren de volgende als je een hele klas gaat doen. Voilà, en dan krijg je gewoon het volgende lijstje. Ik ga nog een toets aanmaken. Zoals je laten zien, zonder. Zonder foutenanalyse, ga je een dictée doen. Dictée, woordpakket 1, dan kan je erop gaan zetten. En bijvoorbeeld een voorbeeldje. Dat is bij Nederlands. Voorlopig staat dat hier allemaal nog in, maar dat is de bedoeling dat die zo snel mogelijk verdwijnen. Dat is een methodegebonden toets op 10 en de datum. Weer hier, je kan de titel gaan aanpassen als je zegt dat is niet goed, dus wel als woordpakket 4 bijvoorbeeld. Zo, dan komt het erop. Datum kan je ook nog aanpassen. Kom op het rapport, ja, leerlingen toevoegen. Hier kan ik mijn één kind gaan aanduiden. Voilà. Registreren. Kind heeft 10 op 10, heeft geen foutenanalyse of fundamenteren meer. Bewaren. Dus ik heb nu twee toetsen: één voor wiskunde, één voor spelling. Als je zegt van ik wil ook nog graag een toets van muzische vorming, kan ik me voorstellen, punten geven op muzische vorming is heel moeilijk. Dan kan je dat best via een observatieplan doen. Dus als je zegt, wij doen altijd punten voor muzische vorming, dan kan je dat ook via dit vak. Dan gaan we eens eventjes laten zien hoe dat eruit ziet op het rapport. Je moet je rapport invullen, drukken. Kies een rapportperiode, de herfst. Kies een leerling. Daarbij komen weer alle leerlingen. Hier op het pijltje kan je naar het volgende leerling gaan. Dus als je één vak hebt ingevuld en je wilt voor alle kinderen van je klas alleen maar wiskunde bijvoorbeeld invullen, en dan kan je dat doen via dat pijltje. Dan ga je dan naar de volgende. Of je vult eerst heel je rapport in en dan ga je naar de volgende. Hier krijg je dan een heel lijstje van jouw klas. En dan kan je nog zeggen dat ik ga eerst een sterke leerling doen of ik ga eerst een zwakkere leerling doen. Dus ik kan gewoon gaan kiezen. Bij algemeen komen de observatieconclusies van die doelen die ik zei van observatiedoelen. Die bijvoorbeeld dat van de concentratie en welbevinden enzovoort, dat komt daarbij. En dan kan je die nog gaan verzetten. Bijvoorbeeld als jij groepswerk doet en het doel is bijvoorbeeld kan zich concentreren in een grotere groep. In plaats van dat zelfstandig werk, dan kan je dat ook gaan observeren, maar dat doel komt daarbij bij algemeen. En dan kan je dat nog gaan verzetten naar bijvoorbeeld dat groepswerk was rond WO, dan kan je dat bij WO gaan zetten. Dus dat kan je ook laten staan. Dus dat is, ik ben niet helemaal mee. Moet ik dat eens voordoen, anders is dat misschien makkelijker. Dus je zegt bij observatieplannen, we gaan je aanmaken naar groepswerk. Voilà. Je hebt hier doelen toevoegen, observatiedoel toevoegen, concentratie. Ja, dat is nu de kleuters. Misschien moet ik hem eerst aanmaken, misschien beter. Observatiedoel, dat kan alleen maar dus de school geven of de
Ja, voilà, dus dat kunnen we eigenlijk niet over groepswerk er zelf niets inzetten, of moeten we... Nee, maar dus, dat moet je dan vragen aan uw zorgcoördinator. Ja, weet ik wel. Ja, mijn concentratie, dat gaat er één keer in staan, dan kan iedereen dat pakken, hè. Zo. Omschrijving. En ze hebben ook gezegd tegen de zorgcoördinatoren, die hebben ook een bijscholing gehad, om een keer samen te zitten, om dat gewoon te verdelen. Hè. Dat is de omschrijving. En daar moet hij niet fruitel voor? Dat is niet... Nee. Nee, oké. Okay. Zich concentreren binnen een grotere groep. Voilà. En dan een andere aanpak voor zesjarigen rond het verkeer. Voilà. De belangrijkste regels toepassen of zoiets. Dat is een spelbord met verkeersregels of zoiets. Leerlingen toevoegen. Doelen, kan zich concentreren binnen een grotere groep en kunnen als voetganger onder begeleiding de belangrijkste verkeersregels toepassen in het spel. Kan zich concentreren binnen een grotere groep. We gaan ons schimmelder nemen. Die kan dat meestal, bijvoorbeeld. Hè. Die kan dat ook verschillende keren gaan observeren, maar binnen dit was dat gewoon groepswerk en dat is maar één keer. Dus we doen dat weg. Ik ga gewoon hier. Kan zich meestal concentreren. Hier kan je nog iets tijd voor jezelf. Waarom is dat meestal en niet bijna altijd? Voilà. Dan kan je nog een tweede doel voor Shinwendu gaan observeren. Dan ga ik gaan zeggen, dus dat van die voetgangers kon ze dat. Ja, maar de leerkracht moest nog eens helpen. Of de medeleerder. Niet alle. Voilà. Niet alle verkeersregels zijn gekend. Die voor hun van toepassing zijn. We waren in volgende, want ik heb mijn twee doelen gedaan. En dan kan ik zo heel mijn klas gaan werken. Nu terug naar dat rapport. Bij algemeen ga je dan nu zien dat doel er dus bij kwam. Leerling kan zich concentreren binnen een grote groep, meestal. En dan staat daarnaast zo'n pijltje. Dan kan je dat gaan verzetten. Hier staat een oogje. Dat wil zeggen, wil ik dat zichtbaar hebben op het rapport, ja of nee? Vind ik dat doel belangrijk dat die ouders dat weten? Ja, in dit geval kan dat wel belangrijk zijn. Dus ik ga gewoon verzetten, want dat hoort